De regering moet binnen afzienbare tijd met een deadline komen voor de Nationale Assemblée, waarbinnen de aanbevelingen van het National Risk Assessment Rapport worden geïmplementeerd in onze wetgeving. Tijdens de behandeling van de wetten, Wet ter voorkoming en bestrijding van money laundering en terrorismefinanciering en de Wet internationale sancties, kwam dit naar voren. Volgens parlementariër Stefan Tsang gaat het om ongeveer 17 wetsproducten die binnen een korte periode behandeld moeten worden. Iets wat haast onmogelijk is gezien er nog andere wetten zijn die aandacht verdienen van de Nationale Assemblée. Wanneer je ook verneemt dat de deadline voor het verzoek van herbeoordeling al volgend jaar maart is. We hebben dus amper 9 maanden om te kunnen voldoen om alles in orde te maken. Maar daarover later meer. Naast de 14 aanbevelingen die al in orde zijn, zijn er voor 8 aanbevelingen in maart dit jaar een verzoek gedaan voor herbeoordeling. Het resultaat daarvan horen we pas in november dit jaar na de jaarlijkse plenaire vergadering van CFATF. Met andere woorden, in het beste geval moeten we nog voldoen aan 18 aanbevelingen en in het ergste geval moeten we nog voldoen aan 26 aanbevelingen. Van de voorzitter van de PIU vernemen we dat het gaat om zeker 17 wetsproducten die moeten worden gemaakt dan wel aangepast. De situatie, voorzitter, is veel erger, want tijdens de commissievergaderingen hebben we van de NAMLAC begrepen dat de deadline niet maart 2025 is, maar december 2024 dit jaar. Omdat die wetsproducten nog moeten worden vertaald. En het vertalen van wetsproducten vergt namelijk heel veel tijd. En dat betekent dat we dus niet 9 maanden de tijd hebben, maar we hebben effectief 6 maanden om minimaal 17 wetsproducten in orde te maken. Naast deze 2 wetten genieten binnen het NRA-rapport het nieuw burgerlijk wetboek en de wet op privacy ook prioriteit. Indien de aanbevelingen niet worden doorgevoerd in de wetgeving, riskeert Suriname het om volgend jaar in november op de zwarte lijst komen te staan van landen met slecht financieel verkeer. Tsang kreeg daarom bijval van collega-parlementariërs over deze kwestie. Wat gaan we doen? Dat de wetten die nu tot stand moeten komen, voorzitter, dat die voorkeur moeten krijgen in DNA. Ik ben eens daarmee, voorzitter. Ik kijk uit naar de tijdplanning en eigenlijk een urgentieplanning hoe wij dit moeten aanpakken, voorzitter, zodat wij tenminste kunnen voldoen. Omdat al deze zaken met betrekking tot die 19,5 miljoen euro en nu dit ook, voorzitter, ik wil niet dat wij geblacklist worden. We moeten verder gaan en we moeten alles op alles doen, voorzitter. Dat is onze taak en ook onze verantwoordelijkheid van de Nationale Assemblée. Vandaar dat we in de lijn van bepaalde sprekers de regering ook oproepen om met de meeste snelheid naar het parlement te komen en niet wachten tot na afloop van de eerste ronde, voorzitter. En we hopen niet dat wij ook door de regering met het kluitje, voorzitter, niet worden gestuurd of dat zaken met een zittertje wordt afgedaan. We praten hier, voorzitter, over de integriteit van ons en financieel systeem, voorzitter. En daarmee mogen wij op geen enkele wijze gaan grappen, voorzitter.